Goedemiddag, mijn naam is Roy Zwaan, werkzaam bij Gomes Mercedes-Benz. Vandaag heb ik voor jullie deze prachtige nieuwe C-Klasse meegenomen. Compleet nieuw model ten opzichte van de voorganger. Compleet nieuwe styling. Zoals jullie zien is deze auto die hier staat uitgerust met het AMG sportpakket. Dat houdt in de sportbumpers, de velgen. En wat jullie ook gelijk zien is dat de auto een compleet nieuwe neus gekregen heeft. Met een nieuwe grill van Mercedes-Benz. Met de nieuwe indeling en de grill staat naar buiten, wat hem meer sportiviteit geeft. De koplampen zijn uitgerust met per koplamp 1,3 miljoen leds. Later dit jaar komt ook de projectie beschikbaar, dus de wegprojectie. Deze auto is uitgerust met de prachtige multispaaks velgen en de selenietgrijze magnokleur, wat de auto natuurlijk een hele sportieve verschijning maakt. Deze auto is uitgerust met het Nite-pakket. Dat houdt in dat de auto zwart accent heeft rondom. Dat betekent zwarte sierlijsten, zwarte spiegelkappen. De binnenkant van de velg is uitgerust met een zwarte lak. Gaan wij verder naar de achterkant van de auto, dan zien we ook dat het donkere glas daarbij hoort bij dat pakket. En het sierdeel boven de uitlaten is ook uitgerust in glimmend zwart. De auto is uitgerust met een AMG-lijn. Dat is te herkennen aan de sportieve bumpers met de luchtinlaten en wat voor Mercedes-Benz nieuw is, zijn de rechthoekige uitlaten aan de achterkant. Ook de achterlichten zijn compleet nieuw. De achterlichten lopen nu door in de kofferklep, wat hem gewoon een sportieve en ja, stoerdere uitstraling geeft. Laten we naar het interieur gaan kijken, want dat is zeker de moeite waard. Zoals jullie kunnen zien is ook het interieur compleet vernieuwd. Het hele dashboard is digitaal geworden. Wat het meest in het oog springt is uiteraard het volledig digitale mediascherm. Vanuit daar bedien je de hele auto. Het is touchscreen. Je kunt het navigatie via hier instellen, de telefoon. Ook de hele auto is spraakbediend te besturen. Ook het display achter het stuurwiel is volledig digitaal. Deze zijn te bedienen met de knop op het stuur. Je kan de hele layout veranderen. Je kan het precies instellen naar wat jij fijn vindt en waar jij rustig van wordt, wat jij lekker vindt rijden. Je kan volledige navigatie, de navigatiekaart kan je achter het stuurwiel krijgen. Je bent van alle gemakken voorzien in deze auto. Ook de sfeerverlichting is weer uitgebreid. Nieuwe roosters, een nieuw design. Zoals je kunt zien, de sfeerverlichting zit in de roosters. We vinden de sfeerverlichting aan de onderkant van het dashboardpaneel, wat de hele uitstraling van de auto ten goede komt en wat vooral 's avonds een unieke kijk op het dashboard geeft. Mochten jullie geïnteresseerd zijn in de nieuwe C-klasse, zijn jullie uiteraard van harte welkom bij een van onze Gomes vestigingen. Mocht u een proefrit willen maken, ga naar www.gomes.nl.